Dit is deel 2 van college 8. In het eerste gedeelte van dit college hebben we gezien dat mensen soms hun gedrag aanpassen omdat ze geloven dat andere mensen meer informatie hebben dan zij. Dus ze kijken eigenlijk, ze vertrouwen erop dat andere mensen hen informatie geven over hoe ze zich horen te gedragen. Maar we conformeren ons niet alleen maar omdat we denken dat andere mensen meer informatie hebben of omdat we niet weten wat we moeten doen. We conformeren ons ook omdat we heel graag bij de groep willen horen. We willen heel graag geaccepteerd worden door anderen. En dat noemen we normatief conformisme. En dat heb ik bijvoorbeeld recentelijk gezien bij mijn 9-jarige zoon. Die ineens 1 hele grote wens had voor zijn verjaardag. En dat was een waterfles. Nou, dat heb ik hem nog nooit iets over horen zeggen, over een bepaalde waterfles. Een hele bijzondere, een hele fancy en ook een hele dure waterfles, die Air Up wordt genoemd. En een Air Up is eigenlijk best wel een ingenieuze waterfles, waarbij je gebruik maakt van pots. En die pots die geven het water een bepaalde geur. Waardoor je eigenlijk de illusie hebt dat jij iets proeft, een bepaalde smaak proeft. Maar in feite drink je gewoon water. Dus het is best wel een slimme manier om meer water te drinken. Nou is mijn zoon er natuurlijk helemaal niet mee bezig dat hij meer water wil drinken. Daar ben ik natuurlijk als zijn moeder heel erg blij om. Maar dat was natuurlijk niet de beweegreden van mijn zoon. Nee, de reden dat hij dat wilde hebben was omdat alle andere coole kinderen uit de klas ook een Air Up hadden. Dus hij wilde dat ook. Nou, wij zijn ermee mee akkoord gegaan en hij heeft nu ook zo'n fles. Dus hier zie je ook hoe trends, die werken eigenlijk op basis van normatief conformisme. Je wil erbij horen, dus wil je hetzelfde doen of hetzelfde kopen als de rest. Nou, in zo'n geval van een Air Up best wel onschuldig, maar dat is lang niet altijd onschuldig. Zo ging in 2012 de Cinnamon Challenge viral. Nou, die Cinnamon Challenge, dat betekent dat je een hele grote lepel hebt met kaneel daarop. En de bedoeling is dat je die kaneel zeg maar in 1 hap opeet. Maar dat kan helemaal niet, want kaneel kan je helemaal niet op die manier opeten. Dat is heel naar, je hebt er heel veel last van. En als je daar filmpjes van googelt, de Cinnamon Challenge, dan zul je dat ook zien. Mensen proesten het uit, die stikken half. En soms ziet het er ook best wel grappig uit. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo onschuldig, want het inademen van kaneel kan leiden zelfs tot longontstekingen. Omdat het echt een heel gevaarlijk spulletje is om in je longen te krijgen. En dat gebeurt omdat het allemaal verstuift en nou, dat is gewoon een hele gevaarlijke situatie. En er zijn zelfs ook echt veel jongeren in die tijd op de intensive care beland. Vooral jongeren die al ademhalingsproblemen hebben, bijvoorbeeld jongeren met astma, die konden dit echt, was gewoon levensgevaarlijk voor hen om dit te doen. En sommigen moesten echt medicatie, soms in het ziekenhuis opgenomen vanwege die Cinnamon Challenge. Dus helemaal niet altijd zo onschuldig als het eruit ziet, zo'n viral challenge. Nou, als dit gebeurt, zo'n soort situatie noemen we dat dus normatief conformisme. Dan passen wij ons gedrag aan anderen, omdat we gewoon heel graag aardig gevonden willen worden. We willen geaccepteerd worden door de groep. En dat doen we vooral wanneer we deel uit willen maken van die groep. Dus bijvoorbeeld als het onze klasgenoten zijn of onze vrienden of we zijn nieuw ergens. Je bent bijvoorbeeld nieuw bij een studentenvereniging. En dan denk je, ja, ik doe maar gewoon mee met dat iedereen hier elke avond 23 liter bier drinkt. Want blijkbaar is dat hier de bedoeling. En dat wil ik eigenlijk niet, maar ik doe het toch. En wat dan vaak gebeurt, is dat er geen innerlijke acceptatie is. Zoals bij informationeel conformisme, dat je echt overtuigd bent, dit is het goede gedrag. Maar dat er meer een soort van publieke volgzaamheid is. Dat wil zeggen dat jij je gedrag aanpast. Maar eigenlijk wil je het helemaal niet. Je voelt je best wel awkward, ongemakkelijk. Je twijfelt. Je denkt, ja, moet ik dit nou echt doen? Ik wil helemaal geen 23 liter bier drinken of een hap kaneel nemen. Maar ja, als ik dat niet doe, dan word ik misschien wel buitengesloten. Misschien word ik gepest. Misschien word ik uitgelachen als ik niet meedoe met de rest. Dus dat is normatief conformisme. Echt wat anders dan informatief conformisme. Nou, dat normatief conformisme is natuurlijk heel erg fascinerend. En vooral als sociaal psycholoog, wij willen begrijpen hoe mensen zich gedragen onder invloed van anderen, onder invloed van hun sociale omgeving, is dat normatief conformisme eigenlijk gewoon goud. We willen dat heel graag beter begrijpen. En daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Bijvoorbeeld het wereldberoemde Ash-experiment. En in het Ash-experiment is een experiment eigenlijk wat verkocht werd aan de deelnemers als een visuele perceptietaak. Dus een waarnemingstaak. En de taak was heel erg simpel. De deelnemers zagen een lijn op het scherm staan. Of op papier staan. Dat was 1956, niet op een scherm. Op een lijn staan. En de vraag was, is deze lijn even lang als lijn A, B of C? Het is eigenlijk een hele makkelijke taak. En als jij gewoon goed zicht hebt, dan kan je die taak prima uitvoeren. En het correcte antwoord geven.
Maar er zat een addertje onder het gras, uiteraard, want het ging niet over visuele perceptie, het ging over normatief conformisme. Dus wat er gebeurde, was dat er andere deelnemers, acteurs, in de ruimte aanwezig waren die allemaal het verkeerde antwoord gaven. En kijk maar eens mee wat er toen gebeurde. The Ash experiment is one of psychology's oldest and most popular pieces of research. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors and he's the only person taking part in the real test, which is actually about group conformity. Please begin. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left and indicate which of the three lines on the right is equal to it in length. So for example, if you... The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group and gives the wrong answer. In the first test, the correct answer is two. One. Two. One. Once again, the correct answer is two. Three. Three. The Ash experiment has been repeated many times, and the results have been supported again and again. We will conform to the group. Again, we're very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked, we don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. One. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. Nou, hier zien we de resultaten van het Ash-experiment. In totaal waren er 76 deelnemers die conformeerden op tenminste één van deze rondes. En verreweg de meeste mensen conformeerden in 1 tot 3 van die testrondes. Dat was iets meer dan 30%. Er was ook een groepje, ongeveer 10%, die conformeerde bijna altijd. Dus die ging gewoon altijd mee met de groep. Die stopte helemaal met voor zichzelf nadenken. En er was een klein percentage, 24%, die helemaal niet conformeerde. Die dus gewoon heel stoïcijns het goede antwoord bleef geven. Dat is die eerste bar die je hier ziet, die donkerpaarse bar. En dat zijn dus mensen die weerstand boden aan normatief conformisme. Maar je zag wel bij die mensen ook heel veel vertwijfeling. Je zag dat het ze niet makkelijk afging. Ze bleven wel stoïcijns het goede antwoord zeggen, maar het was moeilijk. Het is heel moeilijk om weerstand te bieden tegen groepsdruk. En conformisme, dit experiment naar conformisme van Ash is ook heel vaak herhaald, ook in verschillende variaties. En keer op keer bleek dat het heel moeilijk is om dit effect helemaal uit te wissen. Dus om die groep die voor zichzelf bleven nadenken te vergroten, is echt heel erg ingewikkeld. Dus het Ash-experiment geeft ons eigenlijk aan dat zelfs als de groep het heel duidelijk fout heeft, zelfs als het juiste antwoord duidelijk is voor iedereen, dan is het nog steeds heel erg moeilijk om accuraat te blijven en weerstand te bieden aan de groep. Nou, er is sindsdien heel veel onderzoek gedaan naar normatief conformisme en er is een theorie opgesteld om te kijken welke kenmerken van de groep invloed hebben op conformisme. Dus er zijn bepaalde groepen die lokken meer conformisme uit dan andere groepen. En dat zijn groepen die voldoen aan de volgende 3 voorwaarden. Ten eerste sterkte. Nou, sterkte, wat daarmee bedoeld wordt, is hoe belangrijk is deze groep voor jou? Hoe sterk voel je de druk om bij die groep te willen horen? Dus nogmaals, als het een groep is waarbij jij echt heel graag onderdeel wil uitmaken, je vrienden of misschien juist een nieuwe groep waar je graag aansluiting bij wil vinden, dan is het vooral heel moeilijk om niet te conformeren. Nabijheid speelt ook een grote rol, dus hoe nabij zijn die mensen? In veel onderzoeken was dat letterlijk het geval, dus zijn mensen echt bij jou in dezelfde ruimte of zijn ze misschien in andere ruimtes? En ook het aantal, dus hoe groot is de groep? En dat aantal, dat is iets minder straightforward, zeg maar, iets minder duidelijk. Het is niet zo dat hoe groter de groep,
hoe meer conformisme. Er zit namelijk een soort van grens aan. En dat zie je hier in deze grafiek. Dus hier zie je het aantal mensen dat het oneens is met de testpersoon, dus met de proefpersoon. Dus dan zie je het aantal mensen die het eigenlijk het foute antwoord geeft. Hoe meer mensen, dus zeg maar van 1 tot 4 ongeveer, dan zie je hoe meer mensen het foute antwoord geven, hoe groter het percentage fouten door de proefpersoon. Maar vanaf ongeveer 4 tot 5 mensen in de groep is er een, wat wij in de wetenschap een plafond-effect noemen. Of dat is eigenlijk een statistische term. Dat wil zeggen dat het eigenlijk niet meer uitmaakt om meer mensen toe te voegen. Het effect wordt niet groter. Dus dat noemen we een plafond-effect. Het plafond is eigenlijk bereikt. Dus het maakt niet uit of de groep uit 5 mensen bestaat of uit 10 mensen. Die druk om mee te gaan met de groep wordt dan niet meer verder groter. Nou, er zijn nog meer factoren die een rol speelden ook bij het Ash-experiment. En dat zien we in de vele replicaties van dit onderzoek. Het eerste factor, heel belangrijk, is mensen moesten een publiek antwoord geven. Dus ze moesten echt hardop zeggen wat hun antwoord was. Er was ook een variatie van het experiment waarbij de deelnemers op een blaadje anoniem hun antwoord mochten geven. En dan zag je dat mensen ineens niet meer meegingen met de groep. Dus ze dachten, ja, die mensen kletsen allemaal maar wat. Ik weet wat het goede antwoord is. En ze schreven dat gewoon stiekem op dat blaadje. Dus publiek het antwoord geven, dat is eigenlijk de kern hier ook van het experiment. Deskundigheid van de groep. Dus er is ook een variatie geweest waarbij de proefpersonen verteld werd, je gaat nu deze taak doen, visuele perceptietaak. En we willen je wel even vertellen dat de andere mensen in de ruimte, dat zijn echt visuele experts. Die hebben echt extreem goed zicht. Dus dan weet je dat vast. En dat heeft natuurlijk, dat schurkt eigenlijk een beetje tegen dat informationeel conformisme aan. Want op het moment dat jij gelooft dat andere mensen een veel beter zicht hebben dan jij, ga je twijfelen aan jezelf. Dan denk je, ik denk dat ik minder capabel ben. Dus misschien hebben zij wel meer informatie dan ik. Dus deskundigheid, dat maakte ook uit. Cultuur, dit experiment is in verschillende culturen uitgevoerd. Collectivistische culturen en individualistische culturen. Nou, in eerste instantie is het een individualistische cultuur uitgevoerd in de Verenigde Staten. Maar later is het dus ook in andere culturen. En dan zag je dat die neiging om te conformeren in collectivistische culturen nog groter was. En dat zien we ook, dat is eigenlijk ook wel theoretisch goed te begrijpen, omdat we weten dat in collectivistische culturen is de groep gewoon veel belangrijker dan het individu. En cijferen mensen zichzelf sowieso in hun eigen mening makkelijker aan de kant. Dus ja, zelfs in dat effect is dus zelfs nog groter in een collectivistische cultuur. En tot slot, en dat is denk ik wel zelfs de allerbelangrijkste opmerking, eensgezindheid. Als er een groep acteurs waren en die waren allemaal, gaven ze stuk voor stuk hetzelfde foutieve antwoord, ja, dan ga je dus mee. Maar stel er is maar 1 andere persoon die ook het goede antwoord geeft. Dan zie je dat het gedrag van die proefpersoon radicaal verandert. En dan zie je dat mensen heel opgelucht ademhalen en zeggen, ja, ik zie ook lijn B. Ja, het is lijn B inderdaad. En dan dus wel het goede antwoord geven. Dus dit geeft opnieuw weer aan dat er maar eigenlijk 1 persoon nodig is die zich uitspreekt. 1 persoon die trouw blijft aan zijn of haar overtuigingen om de groepsdynamiek te veranderen. En dit zegt ons iets over de invloed van een minderheid. We hebben in sociale psychologie vooral heel vaak gesproken over de invloed van de groep. Maar ook als individu heb je macht. Je bent echt niet machteloos. En minderheidsinvloed wil zeggen dat een minderheid van de groepsleden, of soms zelfs 1 individu, het gedrag van de hele groep kan veranderen. En ook overtuigingen kan veranderen. En dat hebben we ook in de geschiedenis gezien met hele dappere mensen die de regels niet volgen, die niet conformeren aan wat het gedrag is van andere mensen en zeggen nee, ik blijf trouw aan mijn eigen geloof en ik doe gewoon wat het juiste is en ik ga niet mee met de horde. En als je dat doet en als je dat durft, dan kan je succesvol zijn. Dan is het wel heel belangrijk dat je consistent bent en voortdurend hetzelfde standpunt uitdraagt. En dan kan je na verloop van tijd andere mensen overtuigen van jouw standpunt. En uiteindelijk kan je dus echt hele belangrijke dingen veranderen. En hele essentiële dingen in de normen, hoe we met elkaar omgaan. Maar zelfs op het gebied van de wetten die er zijn in een land kun je veranderen als je maar consistent blijft uitspreken.